Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Grootste Best. En vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Rocket League. Vandaag doen we 4 tegen 4. En ik hoop dat we weer een goede score kunnen neerzetten. Zoals je ziet speel ik vandaag weer met de Jeep. Ik vind het best fijne auto om mee te spelen. Ik kan er stukken beter mee manoeuvreren en vliegen. Dus je zult maar deze veel vaker gaan zien gebruiken. Nee. Die is al iets verder naar voren, waarschijnlijk. Ja, nog 3 keer niks. Oh, lekker teammate. Ik heb net een kompotje gedaan en toen deed hij het ook best aardig, die gast. Ik had netjes 2 assisten gegeven op hem, maar hij maakt dus ook netjes af. Sorry. Oké, ik heb assist. Oeh, weet ik niet. No way. Dat is wel netjes gedaan. Maar als jullie dit vaak willen zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te klikken en dan weet je wanneer ik weer een nieuwe video upload. Ik probeer elke woensdag, maar zoals je ziet kan er af en toe ook een vertraging in zitten. Maar dan weet je dat door het notificatiebelletje aan te klikken. Nou, ik hoop dat ik deze pak. Ah, verkeerd gevlogen. No. Ah, het gaat nu gelijk op. Come on, team. Zo, daar ging niet zo soepel. Ja, nat die mijn doel. God. Dank je. Ja, vooral maak ik de doelpunt, maar... Maar ja, ik snap hem ook wel, want ze zaten in de rug, dus zo erg vind ik het ook niet. Dat is nou echt jammer. Ik heb nog een verdedigende man erin staan. Wauw. Ik dacht, ik ga hem scoren, maar ik werd tegengehouden maar weg, dus hier. Wil ik gas geven en dan denk ik zo, doek. Hebben we niet. Kom naast. Ja, lekker bezig. Ja, lekker bezig. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Ik dacht, ik beug hem zo hard mogelijk weg, alleen... Dat was niet hard genoeg. Ja, oh jongen. Ja, dankjewel voor de beug. Ja, ik ben weer gelanceerd.
Zo. Alsjeblieft. Zo! Oh, wel een lekker doelpunt. Gewoon netjes heen geprikt. Zoals ik zeg, het gaat met deze Jurassic Park Jeep veel beter. Maar een latje. Nee! Ja. Zo zit ik ook. Hij heeft hem nog. Asjesje, yeah boy. Hij gaat hem zo voor, zo dik eroverheen en hij maakt hem netjes af. Is dat tweede? Nice. Ik geef al die assisten. Ja, tegenstander denkt hem mee laten zitten. Laat er niet meer zo... Oh. Team geliefd? Nee. Wel hè. Bijna een heel team. Bijna twee man. Elf van het team. Jammer. Nee. Hij is voor... Niet meer. Come on! Raakte ik hem niet? Oh. Zo. Come on. Haal ik het? Nee! Haal ik het weer niet? We hebben gewoon gedacht. Defense! Die twee nieuwe gasten die erin gekomen zijn. Dan heb je gewoon goede defense. Ja. Probeer hem weg te beuken, maar... Het is zo van... Hij gooit hem naar beneden en ik denk nog van... Ja. Kom maar, zat mijn auto aan de verkeerde kant, ik weet niet. Of de, het dak, bedoel ik. In ieder geval, we hebben... kunnen winnen. Met één schitterend doelpunt, vond ik. Nou, dus we hebben dit mooi gewonnen. En dan zie je zo bij het volgende potje. Welkom bij het tweede potje van vandaag. Ik hoop dat we het potje net zo spectaculair kunnen winnen als net. Met een grandioze score. Dus. Zo, die is weg. Hoop ik. Te laag, ik was net te laag. Oh, wat zuur. Ik kwam er zo mooi in. Het was een zo mooi doelpunt. Als ik hem al nu had gescoord, maar helaas mocht het niet zo zijn. Zo, hij komt voor en jammer. Het was waarschijnlijk net iets te veel voor. Oh. Ja. Ja. Sorry, maar... Wel voor de tweede keer opgeblazen. Ja, het is vrij interessant. Ah, oh, no. Hij heeft hem alsnog afgemaakt, maar ik deed mijn boost iets of mijn jump een beetje verkeerd. Ja, ik ging te ver omhoog in plaats van eruit.
Dus ja. Nee. Goed tegengehouden. Ik had hem bijna. Ik zie ook echt helemaal niks meer. De doos geëxplodeerd op de boot. Gelukkig hebben we staan we nog steeds voor. Zo. Nou, ik weet niet of ik weet niet zeer, zozeer of ik dat was, maar. Ja, zoals het heet, gels is het af. Zo, die is weg. En niet een beetje. Maar echt weg. En dan ook weer gemaakt. Vlieg overal nergens toe. Jammer. Ah, hij heeft hem nog. Hij heeft hem nog of hij heeft hem. Ja, hij heeft hem eer. Ik kan beter zeggen, hij heeft hem al. Dit is echt, wij zijn zo hard in de defense en de counter zijn we. Ja, lekkere counter! We zeggen, de verdedigingen zijn we sterk en de counter zijn we onoverwinnelijk. Het is wel zo. De counter pakken we ze. Zo. Ah, jammer. Ik had hem bijna, man. Hier. Probeer hem zo nog te schijnen, ja. Als ik hem gehouden had, vond ik het hartstikke. Want vond ik het app. Want ik meekrijg een epic save. Maar ja, het gaat niet altijd, niet altijd zoals je wilt. Hier. Dat is heel jammer. Ja, ah jammer. Als we dit nou vast kunnen houden, dan zou het heel fijn kunnen zijn. Zo. Die is weg. Of toch niet. Maar we hebben alsnog gewonnen. Nou, het was een spannend potje. Maar we hebben toch gewonnen. Maar ik zie jullie zo bij het volgende potje. Yo mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Ik hoop dat we dit potje weer kunnen winnen. We hebben wel weer nieuwe teammates en nieuwe tegenstanders. Zo te zien. Ja. We moeten wel tegen een full squad. Dus dat wordt nog eens spannend, want ik ga er vanuit dat we op elkaar ingespeeld zijn. Gelukkig heb ik een duo's bonus, maar
het is nogal de vraag. Wat voor team heb ik? Ah! Je bent gelijk als slecht! Maar ja, dat kun je ook zien, want ik weet niet waar we allemaal naartoe willen rijden of wie normaal. Ja, dan mis ik er alweer een waarschijnlijk. Zo. Ja. Dat is een stuk beter. Dat is echt gelanceerd. Kijk. We zijn al een stuk beter nou. Zo, twee tegen die bal aan. Hey, doei. Hey, you. Het was eigenlijk de bedoeling gewoon voor de man te gaan in plaats van de bal. Want soms is dat een stuk beter. Ja, dat is het leuke. Ik weet niet of het alleen bij mij is, ik weet niet of het ook bij jullie is, maar altijd als iemand leaft en opnieuw joint, dan moet even de server of iets bij mij gaan haperen. Gewoon gebuild moet dan haperen. Bijna geen ene keer dat het niet hapert. Als iemand joint. Dus laat in de comments achter of dat bij jullie ook is, of jullie een idee hebben hoe ik dat kan gaan veranderen. En ja. Kut. Dit was niet helemaal de bedoeling. Ja, dat betekent dat ik ja. Dat potje het niet zo spoedig eruit ziet. Ja. Ja, wel nog gelijk. Want dit was wel erg expres. Was dat moeilijk was, dan weet ik het ook niet meer. Ah, jammer. Ja, ik boog hem tegen mij aan. Dus als dat een doelpunt was, dan had ik er weinig aan kunnen doen. Die heb ik weer gebeugd. Jongen.
Ja. Jammer van het laatste potje, maar bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Abonneer, reageer en like zeker. Vergeet ook niet de notificatiebel aan te klikken. Dan weet je wanneer ik de volgende video upload. En dan zie ik je bij de volgende video van Rocket League of iets anders. Bye mensen.